10 kilometer. We wensen iedereen goede vaart. Luister naar het startsignaal. En dan zijn we weg. Goede vaart voor deze 200 atleten. 200 atleten en een drietal honden voor deze 10 kilometer hier in de Vijfde Kruishof Jogging te Blauwberg. Eerste dame, Mirjam
die in het gezelschap was van nog vier andere atleten. Misschien zijn ze erin geslaagd de voorste bij te benen, we zullen het straks weten. Ze blijven maar toekomen. Met 200 zijn ze gestart op de 10 kilometer. Moet deze atleet er nog 5 ronden af te leggen natuurlijk. Halfwegkoers. Ook voor Greet Langenberg uit Halsteren. 12 en de 15 kilometer. Dit alles maandag, nu maandag aanstaande 13 juni. De dus één atleet gaat zich hier zo dadelijk melden, maar van hier niet te zien wie. Fietsers zijn het terrein opgekomen. En naar wij vermoeden zou dat wel eens Nick Reinders kunnen zijn, de man uit Herentals. Christophe Luiter, die we kinderver inderdaad met de short zien. En voor deze winnaar geef hem maar een daverend applaus, want dat is een prachtige inspanning dat die jongen geleverd heeft. En het is inderdaad Nick Reinders, proficiat Nick. Prachtige zegen hier in een tijd van 35 en een beetje 17 seconden. En Ginder komt dan Christophe Luiten, maar dat is toch knap. De tweede plaats voor Christophe Luiten, ook hij verdient natuurlijk een applaus. Christophe Luiten, daar straks na één ronde in het gezelschap van de winnaar Nick Reinders. Maar hier is hij, inderdaad, applaus. Knap gedaan, Christophe Luiten, tweede plaats op de 10 kilometer, 35 minuten, 46 seconden. En dan kijken we naar het nummer 3, dat zou Pieter Verschoren uit Schriek eventueel kunnen zijn, maar we wachten een beetje af. Maar Nick Reinders, laureaat hier op de 10 kilometer, de atleet uit Herentals. En Christophe Luiten, toch wel een heel knappe prestatie. Christophe Luiten, onze atleet uit Herselt. En dat is inderdaad Pieter Verschoren. Prachtig gedaan, Pieter. Mooie derde plaats voor u op het schaveltje. Sprint hier Daytona, moet het afgeven tegen nummer 556. En dat is Christophe Nevelsteen, Dirk Koele, net geklopt door deze atleet die hem net hier nog vooraf ging. Voor een vierde of vijfde plaats, vermoeden we. De vijfde plaats, dat is toch een mooie prestatie. We hebben hier met het nummer 667 Jeroen Reinders, is ook binnen, de man uit Ramsel. Ook een prachtige prestatie. 6-12 hebben we daar, dat is van Bummenhout Stijn met het nummer 513 passeert hier op de streep. En dat is Gerry Koosters uit Laagdal, dan blijft het even wachten. De man met het rode shirt komt hier naar de aankomst toe. 522. 592, excuseer. Dat is Giel Poffé. Marcel Lane is ondertussen ook gepasseerd. 6-21, alleen Iwens van Haag eveneens. 602. Knap gedaan. Look.
Peter Hemmers uit Testbloed passeert hier ook. Yeah.
nummer 45, dat is alle zeilen, derde dame en spoorwaarkoene. Dus Annelies Heijlen, derde meisje, Cola Koenen, vierde plaats. Binderover passeert hier Roedeloop aanstaande vrijdag. Waar telkens een massa mensen, atleten naartoe komen. En dat zal dit jaar niet anders zijn natuurlijk. Jennis passeert hier ook.